Onder toeziend oog van het Groninger Journaille speelt FC Groningen de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding in Delfzijl tegen FC Emmen. In de 21ste minuut krijgt FC Groningen een hoekschop genomen door Nick van der Velde. In eerste instantie mist Wijnaldum. Maar Michael de Leeuw weet de bal uiteindelijk over de lijn te werken. En met dat doelpunt wordt hij de topscorer van de voorbereiding met in totaal 14 treffers. Voor rust speelt FC Groningen een behoorlijke wedstrijd waarin het kansen krijgt om de score verder op te voeren. Met deze prima paas weet Lindgren de weggelopen Kostić te bereiken. Maar waar hij eerder in de voorbereiding al 7 keer scoorde, weet Kostić deze keer Emmenkeeper van de Vlag niet te passeren. 7 minuten voor rust krijgt Lindgren ruimte voor een schot die de bovenkant van de lat schampt. En zo zien de 2000 toeschouwers dat FC Groningen voor rust een paar keer gevaarlijk is tegen FC Emmen en met een 1-0 voorsprong de rust ingaat. Wat kan het publiek nou van jullie verwachten en wat hopen jullie te verwachten van het publiek? Nou, ik vind dat het publiek van ons mag verwachten dat er een strijdbaar team staat. Dat iedere wedstrijd weer tot het gaatje zal gaan om een goed resultaat eruit te gaan slepen. Dat willen we, zoals al eerder gezegd, op een iets meer voetballende manier doen, wat attractievere manier. Maar dat zal vallen en opstaan worden. Daar houden we rekening mee, zeker in het begin met deze jonge ploeg. Nou, wij hopen dan, en we gaan er ook vanuit, dat het publiek ons ook in die moeilijke momenten gaat steunen. Dat ze ons over een bepaald punt misschien af en toe moeten brengen, dat ze dat ook zullen doen. En ik denk dat die wisselwerking, dat is iets wat ik eigenlijk vanaf het begin af aan al heb gezegd sinds mijn aanstelling, dat we daar weer voor moeten gaan zorgen binnen de Euroborg. Wij een strijdbaar team, dat gaat knokken voor iedere meter en het publiek dat ons ook in de moeilijkere momenten gaat steunen. In de tweede helft van de wedstrijd tegen FC Emmen weten de Drenthe in de 55ste minuut naast de FC te komen. Doelpuntenmaker Alexander Banning. FC Emmen blijft daarna de betere ploeg. Pas kort voor het einde van de wedstrijd is FC Groningen weer gevaarlijk. De aanval wordt opnieuw opgezet door aanvoerder Lindgren. Daar is Sivkovic, maar hij krijgt de bal niet lekker op zijn voet en schiet over. Verlies tegen Mainz en Getafe en een gelijkspel tegen FC Emmen. Zo besluit FC Groningen de oefenserie. Ik snap dat de uitslagen soms wat wenkbrauwen doen fronsen. En dat heeft bij ons ook absoluut wel gedaan hoor. Maar van de andere kant moet je er ook doorheen kijken en weten dat je met een team bezig bent. En zoek naar de goede samenstelling. Dus je bent wel een stuk wijzer geworden de afgelopen week? Absoluut, we zijn absoluut. En dat is bijna dagelijks zo. Op de trainingen oefenen we er veel op. Maar ook in de wedstrijden onder grote weerstand zoals Mainz en Getafe. Ja, daar word je echt wijzer van. Is er nog veel werk te verrichten voor aanloop naar de competitiestart volgende week? Nou, dus, ja, ik denk dat is nog werk te doen, ja, maar ja, competitie, het is anders. En, nou ja, ik ben wel klaar om klaar met die oefenwedstrijd nu. Jij wil wel beginnen? Ja. Ja. En als aanvoerder? Vandaag wel, ja. Zien we volgende week of dat wel zo is. We hebben vandaag benoemd dat Rasmus Lindgren de nieuwe aanvoerder gaat worden. En dat Michael Kieftenbelt de tweede aanvoerder is. Dat is op basis van de status van beide spelers en hun positie in de groep, is dat ook het meest logische. En dat is prima. En dan maak je natuurlijk ook gebruik van de ervaring die Rasmus heeft. Ja, Rasmus is een prima uithangbord voor de club. Is een goede, gerespecteerde speler in het veld en buiten het veld. En dat geldt eigenlijk hetzelfde voor Michael Kieftenbelt. Dus dat zijn prima keuzes.